De fabrikanten zijn slim. Hè. Glutenvrij is natuurlijk in opmars. Is in opmars. Al of niet terecht glutenvrij moeten eten. En daar speelt de commercie natuurlijk goed op in. Een glutenvrij leven is een leven zonder bier. Maar gelukkig hebben de Belgen daar iets op bedacht. Tegenwoordig kan je zelfs glutenvrij aan de bar hangen. Sophie van der Enk, keurigdienst van Waarde. Jan Fleurkes, Mongozo Bieren, hallo. U maakt glutenvrij bier? Klopt. Oh, dat wil ik wel eens zien. Kom mee. Leuk. Laat ik zien. Ja. Wat zien we hier? De brouwzaal. Dit is het. De brouwzaal. Redelijk nieuw, maar top. Een topverhaal als het gaat over een brouwzaal die je tegen kunt komen hier in België. En hier zit het in? Hier zijn we Mongozo aan het brouwen. Glutenvrij bier. En waar zitten we nu in het brouwproces? Dit is in het begin. Vanmorgen zijn de ingrediënten gestort. Dus dat is de gerstemout en de rijst. Daar is water bij gedaan. En ook een natuurlijk middel. Waardoor we de gluten kunnen binden en die uit het bier kunnen halen. Wat is dat voor middel dan? Ja, dat is het geheim van de smid. Oh. Maar dat kan ik niet zeggen, maar er zit een natuurlijk middel in wat de gluten bindt. En zo halen we de gluten eruit. En omdat het dan samen klontert, is het er makkelijker uit te halen. Ja, ja. Hier zitten ze in? Hier zitten de gluten in. Die gaan dadelijk verwerkt worden tot veervoeder. Ja. En wij zijn brouwerij, dus wij gaan verder met het maken van bier. Ja. En dieren hebben geen bezwaar tegen gluten. Nee, nee. Dus dat kan er gewoon. Maar heel veel in. Mensen hebben ook geen problemen met gluten. Nee? Waarom is dit glutenvrij bier dan eigenlijk zo populair? Omdat een steeds grotere groep mensen een glutenallergie heeft, dat is één. Maar twee, en dat is zeker zo belangrijk, er is een steeds grotere groep mensen die een glutenvrij dieet volgt. Vullen we de 3 tanks af en dat zijn 120.000 flesjes. We verwachten dit jaar ongeveer 1 miljoen flesjes te gaan doen. Dit jaar 1 miljoen flesjes. Hoeveel was het dan vorig jaar? Ik denk dat wij enkele tientallen procenten gegroeid zijn afgelopen jaar. Tientallen procenten? Hm. Zit hem dat dan in mensen die glutenvrij moeten eten? Of? We verwachten dat we ongeveer 85.000 mensen zeer regelmatig een glutenvrij dieet volgen. Dus dat betekent dat er buiten de mensen die die allergie hebben een heel aantal mensen zijn die dat om gezondheidsredenen ook volgen. En het veel gezonder vinden om die gluten niet in hun lichaam te hebben. Zo bewust proef je eigenlijk nooit bier. Bier gooi je gewoon achterover. Maar oké. Ja, prima bier. Het is gewoon een hele lekkere pils. We zijn begonnen om het te hebben over een lekkere pils die daarbij glutenvrij gecertificeerd is. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Ja, daar hangt een prijskaartje aan. Want wat kost dit biertje ten opzichte van die andere? Nou, dat zal ruim dubbel zo duur zijn. Zo, echt? Ja. Oh. Nou, proost. Proost. Ja, proost.